Ja, de belangrijkste conclusie uit het onderzoek is eigenlijk dat kortdurende reïntegratiedienstverlening, gericht op activering van de werkzoekende, dat dat veel effectiever en ook kosteneffectiever is dan die langdurige trajecten die er vroeger vooral werden ingezet. Als we het hebben over werkzoekenden in de WW, dan hebben we het over een groep mensen die een redelijke binding met de arbeidsmarkt heeft en dus ook vrij snel weer aan het werk zou kunnen. Het is zo dat ook in de WW mensen die langdurig werkloos zijn, dat die ook veel kleinere kans hebben om weer werk te vinden. Die kans op een baan die neemt enorm af over de tijd. Dus op het moment dat je kortdurende interventies hebt, kan je mensen begeleiden naar een baan. Kan je ze activeren, kan je zorgen dat ze snel weer het werk hervatten. Op het moment dat je naar mensen op langere reïntegratietrajecten zet, hou je ze eigenlijk een beetje weg van die arbeidsmarkt. En komen ze pas weer actief op die arbeidsmarkt op het moment dat hun baankansen enorm geslonken zijn. En dat is het grote nadeel van die langdurige trajecten. En langdurige trajecten, dan moet je denken aan trajecten met allerlei interventies bij een reïntegratiebedrijf, of maar ook bijvoorbeeld aan scholing. Moeten we stoppen dan met scholing? Nou ja, stoppen met scholing is vanuit de WW logisch, maar maatschappelijk gezien natuurlijk niet. Want scholing heeft op termijn, op langere termijn, heeft het meer voordelen dan nadelen. Dus ook de kosten van scholing liggen op termijn niet zo hoog als dat de voordelen ervan, maatschappelijk gezien. Dus vanuit de WW is het niet logisch, dus daar moet je ook niet te snel mee beginnen. Maar in een traject waar mensen eigenlijk de WW uitstromen en doorstromen naar de bijstand, kan scholing juist weer iets zijn waardoor ze op termijn een veel grotere kans op die arbeidsmarkt krijgen. Wat kun je dan wel doen als je praat over kortere activerende periodes? Ja, het is dus zaak om die WW'er zo snel of zo dicht mogelijk bij die arbeidsmarkt te houden. Dus iemand in de WW moet gewoon snel proberen een nieuwe baan te vinden. Wat je daarbij kan helpen is begeleiding via gesprekken. Wat heeft iemand nodig? Misschien heeft iemand moeite met solliciteren, dan kan je sollicitatietrainingen geven. Misschien moet hij zich oriënteren op wat hij wel kan, competentietesten bijvoorbeeld. Dus door die gesprekken hou je in feite de feeling met de werkzoekende. Kan je hem ondersteunen waar nodig. En tegelijkertijd wordt iemand ook geactiveerd. Want elke keer als hij een afspraak heeft met die adviseur werk, dan moet hij toch wel met iets komen. Dat hij heeft gezocht naar werk. Die combinatie zorgt ervoor dat mensen actief blijven op die arbeidsmarkt. En dat is heel belangrijk. Je zegt in feite meer persoonlijk contact, terwijl modern is om meer via internet te doen. Ja, bij UWV gaat men steeds meer over op e-dienstverlening, dat klopt. Persoonlijke gesprekken worden minder. Uit ons onderzoek blijkt echter dat dat heel effectief is, die gesprekken. En dan gaat het in mijn idee toch over het persoonlijk contact wat mensen hebben. Die gesprekken zijn niet duur. Eens of een uur gesprek is gewoon niet zo duur. Als je daarmee mensen snel aan het werk krijgt, dan heb je het al snel uitgespaard in de uitkering. Mijn advies zou zijn, blijf die gesprekken, persoonlijke gesprekken voeren met die werkzoekenden.